Welkom bij Champions Classics, een reeks waarbij wij Koelka Sport in het archief van Proximus Pics duiken op zoek naar historische runs van ploegen en spelers in de Champions League. We hadden het in deze reeks al over de speler die de Champions League heeft gemarkeerd. Natuurlijk zijn er ook trainers die deze competitie hebben gedomineerd. De meest indrukwekkende in dit rijtje is misschien wel Don Carlo Ancelotti. Ancelotti is de enige coach die vijfmaal de finale bereikte, hij won de finale viermaal, maar wat maakt deze coach zo speciaal? Dat bespreek ik in deze episode van Champions Classics met Brian Suarez Duarte en Marcus Capenda en heel belangrijk voor de Spotify luisteraars en YouTube kijkers vermeld ik graag even dat je op Pix een versie van deze episode terugvindt met beelden en highlights. Marcus Capenda en Brian Suarez Duarte. <laughs> we hebben al veel gesproken over teams. Dat... We hebben al veel gesproken over spelers, we mm. hebben het ook over een aantal coaches al gehad. Maar vandaag hebben we het over een coach die het absoluut verdient om ook zijn eigen episode te hebben als het gaat over Champions League Classics. Mario Sarri. Wie? <laughs> <laughs> Don Carlo Ancelotti, Brian. Ja, man. Big coach, big coach. Uh, de grootste Everton-coach ooit. <laughs> absoluut. <laughs> nee, ik denk uh, Ancelotti... Uh, we kennen hem allemaal een beetje. Hij heeft heel veel topclubs gedaan. Ik was voor de episode met Marcus nog een beetje aan het kijken naar zijn parcours. Ik was als dat Napoli heeft gedaan. Ja. Ik was dat ook vergeten. Ik was echt zo van: ah, wauw, ja, even naar Napoli gezeten. Ja. Maar nu dat je het zo terug over nadenkt, zo van ja, het maakt sense. It makes sense. Maar je had Cartolo Ancelotti, een coach die uh, overal heeft gezeten, overal heeft kunnen winnen. Um, en dan waren we een beetje bezig over zijn runs als coach. En dan zag ik ook uh, PSG. En dan dacht ik: van, ah ja, daar heeft hij ook gezeten. <laughs> um, maar dan werd hij raar, maar waar ontslagen? En dan zo Real Madrid, deel 1, deel 2. Heel veel om te praten, maar dan dus zo dat was even spel doen. Marcus. Um, Ancelotti is een coach die ook buiten de Champions League heel veel heeft verwezenlijkt, maar het gaat hier specifiek over mm -hmm. de Champions League. Is dat wat we misschien het meest aan hem linken, die Champions League? Ook omdat hij in zoveel verschillende competities heeft gecoacht, en ja, heeft ja. gewonnen, maar dat is zo misschien het centrale punt van ah ja, daar is hij altijd. Ja, ik denk dat je de Champions League het meest aan hem kunt linken, omdat ondanks dat hij zo in al die clubs heeft gezeten en verschillende competities prijzen heeft gewonnen. Is hij wel een coach voor mij, en dat zeg ik met alle respect, in nationale competities of zo steekt hij er niet bovenuit. Ja. snap je? Dus um, zijn verdienste voor mij is wel echt gewoon dat hij zo, ja recordhouder is geworden in Champions League, want dat is uiteindelijk de moeilijkste competitie. En om jezelf daar als speler te onderscheiden is één ding, als team te onderscheiden is een ander ding, maar als coach echt gekenmerkt te zijn als dat is mijn competitie. Um, ja, daarvoor kunt je gaan manieren. Ja, maar ook wel een, een specialist daarin wel. En ook zo, eh, omdat je dan kijkt naar, eh, die heeft zijn lange periode gehad bij AC Milan. Ja. maar bij andere ploegen is het meestal zo, eh, twee, drie jaar, drie, vier jaar. Zie je wel dat hij zich specialiseert in eh, een beetje zo, à la, à la, echt een typische Italiaanse coach eigenlijk. Mm -hmm. Zo, ik kom in een ploeg, ik zet mijn systeem neer en ik pak daar ja. een prijs of twee en dan ben ja. ik weer weg. Dus ik vond dat wel interessant, Mancelotti, omdat we, als we naar hem kijken, dan zitten we hem, denk ik, in het rijtje Wenger, uh, Ferguson. Oh, ja. Omdat wij zijn periode bij Assimilan zeker onthouden. Maar eigenlijk heeft hij ook heel veel kortere periodes gehad. Overal. Um, Waar eigenlijk een beetje hem als een ja, Mourinho-type coach maakt. Zo van ik kom overal naartoe en ik moet mm. nu prijzen, Maar wij kijken ook nooit naar Mourinho als een long-term coach. Dus ik vond dat wel interessant om te kijken mm. naar zijn Palmares en, en erelijsten en al die mm. dingen daar. Ja, denk ik denk dat vind... mensen hem zelfs soms niet in dat rijtje zetten. Bij de... ja, 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 ik, ik vind denk dat, dat mensen ik, ik soms denk, zelfs vergeten. Maar ik denk dat dat is. Ik zelf ben daar zelfs schuldig Maar naam. je zou nee, hem. eerder in dat lijstje zitten dan de new school coaches. Ja, sowieso. Ja, ja oké, okay, qua leeftijd, hè, maar ik bedoel wel zo van. Ja, ik zou hem ik zou eerder zitten bij. Ah, dat is een coach die tien jaar bij een club blijft, maar eigenlijk mm -hmm. is dat niet zo. Ja. Mm. En ik denk ook dat dat is omdat hij, hè, zoals Brian zegt, ja, hij verandert vaak van club ja. en hij gaat eens naar daar en hij gaat. Het is niet zo van. Hij is twee, drie keer naar elkaar in Italië of twee, drie keer naar elkaar in Spanje. Nee, het is wel echt, ja, Premier League ja. en dan League 1, en dan Serie A en dan dit en dat. Maar overal waar hij gaat, wint hij. Ja. En overal waar hij gaat, heeft hij succes. Ja. In de competitie en Europees. Hm. Want zelfs bijvoorbeeld met PSG, oké, okay, hij wint geen Champions League met PSG. Hm. Hm. Ja. Maar als je gaat kijken naar wat was misschien het beste PSG-team, echt voetballend en kwalitatief en wat is het allemaal, was dat ook misschien gewoon onder Ancelotti. Ja. Dus dat is wel interessant en hij is inderdaad, denk ik ook. Ja, misschien wel de meest vergeten coach in lijstjes. Ja. Which is crazy, want ja, sta hier voor mij. Mm. hij heeft vijf Champions League finales met twee teams. Hij heeft er twee gewonnen met Milan, twee met Real Madrid. Mm -hmm. ja. En dan moet je denken, de finale die hij verliest is misschien de meest legendarische finale die hij ah, heeft Tegen is in Liverpool, ja. ja. ja, ja, ja. In Liverpool, als in, die staan gewoon 3-0 voor ja. Ja. bij halftime. Hij kon gewoon 5-5 zijn, hè? En dat had voor mij wel een. Ja, 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 maar dat is een beetje... Omdat je zegt van, uh, we vergeten hem ook, is wel eens ook zo van. Ja, uiteindelijk, ook als je kijkt naar andere coaches, hebben ze een bepaalde kenmerk of stijl. Waardoor dat we die onthouden. Ferguson was dan die late winners en eh, heel goede teams mm -hmm. gebouwd. Mourinho was dan, hij eh, begint met Porto. Dus dat waren wel bepaalde kenmerken. Maar ik denk net daarom eigenlijk, die verloren finale tegen Liverpool. Iedereen onthoudt eigenlijk. Ah ja, Liverpool heeft die finale nog kunnen winnen. Maar we denken niet aan de periode dat hij de de Champions League heeft gewonnen, daarna heeft gewonnen. Ja. We denken ja. daar niet aan. En La Decima is het eigenlijk van. Elke keer in Madrid heeft hij eindelijk weer een tiende gewonnen. Ja. Maar niemand denkt dan: Ah, maar dat is Ancelotti die dat heeft gedaan. Dus dat is een beetje waar Ancelotti een beetje wat tegen zit. Is Elke keer dat er iets gebeurt, stel je voor: dit jaar wint hij aan, dan gaan we allemaal kijken naar ah, Bellingen misschien of al die dingen daar. Dus in het jaar 2024, sorry. Um, dan gaan we denken: van... Ah, Bellingen heeft het gedaan. Dus dat is wel zo'n een, een interessante insteek. Hij heeft nog geen. Kenmerk precies. Ja. Alhoewel hij dat gewoon vier keer heeft gedaan, ja. denk ik wel niet meteen van ah, dat is daarom. Bij, bij Pep weten we van tiki-taka, dus we gaan dat aan hem kenmerken. Maar ik heb het gevoel nog niet helemaal gehad bij Ancelotti. Mm. Mm. En dat is wat ik het gekste vind bij Ancelotti: is, ik heb ook altijd dat gevoel van ah, die heeft niet een specifieke manier van spelen. Er is niet iets dat ik zou kunnen kenmerken aan ah ja, dat doet mij denken aan Ancelotti. Tot ik dan eigenlijk echt op papier ga kijken van hoe speelt Ancelotti bij al die ploegen, ja. en dat je bijna heel vaak ja. toch terugkomt op het ah, speelt hieruit. die heeft gewoon een favoriete opstelling. Ja, nou. ja, ja, ja. Het is niet dat Ancelotti 433, 451, 442. nee, die speelt quasi altijd dezelfde oplossing, ja. dezelfde opstelling, sorry. Mm -hmm. Maar ik denk, en dat is iets dat we daarna dan kunnen bespreken, is omdat hij zoveel vrijheid laat ja. aan wie er op het veld staat, komt er een heel nieuwe alternatieve ja. soort van, ah, dit is de veldbezetting, maar Mm -hmm. doe jullie ding. Ja, ja. Ja. Voordat we het daarover gaan hebben, gaan we natuurlijk naar de beelden kijken ook. Um, en de eerste beelden die wij gaan bekijken zijn um, of is de penalty shootout, dus mm -hmm. de eerste finale die hij wint. Dat is uh, Juventus tegen Milan. Ja. En ik vond dat interessant voor een aantal dingen. Ik zou zeggen, kijk sowieso naar de keepers. Sowieso 10 meter voetbal. voor de lijn. Ja, ja. Geloof mij, voetbal, voetbal is voetbal. anders. Ja. <laughs> en dan ook gewoon voor ons denk ik zo. Ah, dat is wel een jongere versie van Ancelotti, ja, ja. die wij niet meteen... Zo Toe, uh, die swagger. Ja, ja zo die zo... terrasse swagger. Zo... Wij kennen, ja, ja, ja. ja. uh... kennen Viodon. Ja, 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 Snap ja, ja. je? Maar toen was Jong Don. Daarom ja. dus hierbij de beelden. En uh, we mogen ze ook gewoon becommentarieren, terwijl dat we naar kijken. Je. natuurlijk. Dus dan zie je wel ook aan de namen van de spelers en de ploeg die hij had. Je ja, ja, ziet Ambrosini is. en zo nog. Heeft een mooie ploeg gecoacht. En dat is wel Meerdere. een eerste punt voor mij. Als ik dan kijk naar um, Ancelotti, naast Everton, mm -hmm. heeft hij volgens mij alleen maar Topploegen Top gehad. Topploegen gehad. Ja, ja. Met topkernen. En echt zo ja, ja, legends mm -hmm. van, van de game en ja. van, van de ploegen waar hij is geweest en zo. Je ja. zou kunnen zeggen: ah, hij heeft altijd goede teams. Dus het is logisch tussen haken, dat hij altijd goede resultaten ja. heeft. Anderzijds heb ik zoiets van: Hij is misschien een van de weinigen waarvan je weet, ja, die kan gewoon met alle supersterren werken. Ja, ja, ja. En dat is een kwaliteit dat niet elke coach heeft, volgens ja. mij. Ja, maar dat zie je ook wel eens een beetje als een longevity uiteindelijk. Werner Madrid ook heeft, heeft met de grootste wereldsterren gezeten, maar heeft daar eigenlijk geen probleem mee gehad. En heeft op langere termijn kunnen blijven. En het feit ook dat als er Madrid een coach terughaalt moet dat ook wel iets betekenen ja. uiteindelijk. Want ja, maar doet, doet hij niet zo graag. Er zijn heel veel topclubs die dat minder graag doen om, om coaches terug te gaan halen. Maar Ancelotti was zo geliefd bij de fans en ook bij het bestuur en bij de speels dat ze hem gewoon terughalen en zeggen van kijk, je krijgt een tweede kans. Um, en dat getuigt van ja, jarenlange ervaring, ervaring op te doen. inderdaad, Maar ook prestaties inderdaad. Hij, hij, hij doet het wel uiteindelijk. Mm -hmm. En zelfs wat we zeggen in het begin, hij kon vijf voor vijf gaan, ja... Er zijn niet heel veel coaches die kunnen zeggen. Vijf finales en ik heb er vier van gewonnen. Dat staan twee zelfs. Ja, dat is crazy. Hoor. Yeah. Zijn volgende finale is tegen Liverpool. Yeah. Is opnieuw met uh, Milan. Hij verliest die. Een finale die we allemaal kennen in Istanbul. Yeah. Ja. Mm -hmm. Staan 3-0 voor bij de helft. En dat is dan meer generatie Crespo, Inzagi. Ja. Yeah. Ik denk dat Kaka er bij de eerste finale yeah. ook al is. 3-3 gelijk. Penalty-reeks. Veel besproken. Um, en ik denk mogelijk ook een episode die we zullen hebben over mm -hmm. die finale zelf. En dan krijgt hij een revanche. En dat is wat ik dope vind. Zo. It's payback time, yeah. baby. The Italian job. Ik vind dat echt dope <laughs> aan voetbal. Als je zo. Ah, dan krijg je krijgen kunt, dezelfde finale uh, een jaar of twee als later het op de je ja, man. Ja, run it back. Snap je? Ook? Ja, dat was hard. En hij krijgt die opportuniteit. Revanche. Ik ben zelfs hier aan het klikken, broer. Ja, zoveel, zoveel kansen krijg je. Te je veel technologie. En daar gaan we nu even naar kijken, heel ja. snel naar de goals en de beelden um, van de finale, de revanche mm -hmm. Milan tegen Liverpool. Maar omdat je het daar net over zo, ja, hij is zo charismatisch. Ik vind het wel leuk dat je bij hem altijd, tijdens de wedstrijd en tijdens een toernooi, is die niet super uitbundig of ja. is het allemaal, maar je ziet wel altijd zo daarna, mm -hmm. of het nu met spelers is en zo, dat je zo, ja, je ziet eerst en vooral die super geappreceerd door al zijn spelers, dat, mm -hmm. dat merk je overal. Mm -hmm. Maar dan zie je wel zo die emotie van. Oef. Ja, maar dat is een dat job een beetje. Is ja. hij, dat is wel iets wat hij ook heel goed doet, is, is die druk weghalen van zijn spelers. Mm -hmm. en, en hij doet dat niet op een opvallende manier. Heel veel coaches zijn opvallend zo, gaan een beetje beef zoeken in de media ja. of zo, maar hij doet dat heel ja. hij rustig, Ruist, Ruist. heel composed. Ja, zelfs ook in zijn uitspraken, um, soms met een beetje sarcasme erbij. Dus je ziet wel van, hij kan de druk van de spelers weghalen en ja. dan op het juiste moment wel, inderdaad, wanneer het gedaan is. Mm -hmm. Dan wel, want ik heb ook recent uh, van hem een statement gelezen. Dat hij zei van ja: Sinds de wedstrijd tegen Chelsea in de Champions League, die 3-3, stress ik niet meer over, over hoe de wedstrijden verlopen. Maar dat mm -hmm. laat wel zien van, ja, die, die heeft zoveel situaties meegemaakt, ja. toen al en nu ook, dat hij ja, makkelijk met die situaties kan omgaan en gewoon ja, juist kan navigeren. Maar dat is ook wel de frisheid die je nodig hebt in finales mm -hmm. om de juiste beslissingen te gaan maken, de juiste wissels. Um, ja dat tactiek en al die dingen en dat heeft, ik heb het gevoel gehad dat Ancelotti nooit heeft gemist in een, in een grote wedstrijd mm. altijd een hit maakt niet uit wat er gebeurt um, Behalve Istanbul dan ba ja maar, de, maar dat was als ik geef zo... toe als die wedstrijd vandaag gebeurt zijn we niet zo genereus. nee dat is waar nee, zijn we dat niet is zo waar, genereus tegenover dat de coach. is waar maar dat hangt er vanaf denk ik van waar is jouw palmares op het moment dat dat gebeurt mm. of als dat één mistep denk je dat is, dat uitmaakt ja als, als je één mistep hebt in je carrière en dat is die... maar je hebt wel ik bedoel, hij is de enige coach die alle vijf topcompetities heeft gewonnen als coach, hij heeft vier Champions League. Ja. Dan gaat dat zo zijn van oké okay, Maar als je toen, ik, man, en vrai, ja ça ik, va. Bedoel, ik bedoel, als je, als je de tijdlijn gewoon gelijk verplaatst of zo. Mm. Hè? Dus hij heeft er al eentje gewonnen. Dit is zijn tweede finale. Mm -hmm. En in de tweede finale. Hij nee, krijgt een krijgt Grease. Gewoon puur bij de eerste heeft gewonnen. Wat? Ja, ik krijg Grease. Maar als hij heb je gezien, heb, heb ik gezien wat, wat voor kritiek Pep Guardiola krijgt? Hij heeft er twee bij elke ja, man, eliminatie. Ja, maar dat is anders. Ja, anders. Ik denk, hij hij super ik denk dat super de supertypes Nee, man. Ik denk dat dat een tijdperkverschil is. Ze zijn nu zodanig negatief. Mm. En Ali, kijk, we hebben ook gewoon nee, zelfs denk... in vergelijking met 2005 veel meer access tot informatie. Ja, we staan dichter bij het veld. Toen wat je krijgt zijn de headlines en de kranten. En het zou mij niet verbazen, want dat weet ik nu niet. Maar het zou mij niet verbazen dat die in Italië wel eens afgemaakt wordt door, ja, door die finale. Dat, Zeker Italië. Dat, dat in bijvoorbeeld Italia. wel, ja. Dus ja, ja, ja. Maar ik denk in de casual fans' zijn viewpoint. Ik denk dat Liverpool nu en verdient heel veel credits krijgt voor die prestatie. van mm -hmm. dus Steven Gerrard. Ja, 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 ja. Maar dat vandaag uh, ja. ietsje meer de narrative. Je, bedoelt De narrative zal de switchen naar ah, you choke te doen. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dan zeggen: van Je hebt je ploeg naar een 3-0 voorsprong gecoacht. En zij hebben het weggegeven. Eh. Dus er zijn heel veel narratieven. Would love to see that. Heel veel narratieven. Want wat was 3-0 <laughs> halftime toch ja, ja, half ja, ja. ja, ik denk dat zoiets ook gewoon zicht van. Ik denk niet dat hij ineens Allah uh, en Marie gaan zeggen van we gaan anders spelen of zo. Ik mm -hmm. denk gewoon, ja, in dat moment heeft Liverpool, denk ik, net iets meer motivatie gewonnen in die finale en daarover kunnen we winnen. Ja. Ik denk dat hij wel Grace krijgt. Ik denk, ja. dat, wel. denk ja. dat hij wel. Hij zal het verdienen, hè? Ik denk ook qua ja, persoonlijkheid en zo dat hij wel. Dus hij is een arrogant Ik denk vooral, al, rare, ik denk vooral dat hij heeft geleerd van die finale. Ja, nee, ah, <laughs> 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 never again, Never again. Never again. Never again. Nu doet hij de comebacks. Ja. Maar het ding is, je moet soms zo eentje verliezen zo van, ah, Je moet zo even door. Uh, leed gaan ja, om dan ja, te ja. zeggen van oké okay, you get your fair ja, share ja, ja. maar eens eentje gewoon zo nobody's going perfect snap je voetbal heritage ja, ja, respecteer ja. het een beetje de derde finale die hij wint um, is la decima ja. Ja. hier gaan we de beelden niet van tonen want we hebben er een volledige episode over ja op Ook het te uh, bekijken op Pix. dit kanaal op YouTube kanaal. Alle staat yes. daarheen. Eh? Alle Madrid is, dat is daarheen. die <laughs> <Ja, liefde salon. laughs> was er? Weg van af. deze episode. Ja, <laughs> <laughs> maar dus die staat gewoon online met de beelden. En dan heb je de laatste finale die hij heeft gewonnen tot ja. nu toe. Ja, want hij lijkt nog niet klaar te zijn met Champions League te willen winnen. Um, maar dat is opnieuw tegen Liverpool. Derde keer dat hij dus een finale speelt tegen Liverpool. Dat ja. is een love story, een beetje. Ja, hè? een love story toch wel. Dat is ook een finale waar jullie twee toen in de tijd een El Tactico over yes. hadden gemaakt. Ja, waaronder de Liefhebbers? andere kanaal. andere, andere <laughs> <kanaaldembers>. <laughs> Nee, maar dat is wel een waar jullie hadden gekeken naar de tendencies van beide ploegen en ja. hoe zou de een op de andere moeten anticiperen aan al die zaken. Mm -hmm. Wat we toen niet wisten is dat dat handig is voor vandaag. <laughs> Maar we gaan wel even gewoon, um, naar het winnende doelpunt kijken en ja. dan uh, de beelden van de viering daarna. Ja. Hoe je kijken we naar Robertson? <laughs> Als Ancelotti heeft mij echt doen inzien wat een coach is. En zeker zo de termen coach-manager. Okay. Ik denk dat vooral het, het aspect manager, dat is zo het complete pakket. Ja. Tactisch gezien, je kunt niet zoveel winnen zonder tactisch sterk te zijn. Hij mm. heeft dat, maar het, het spelers tevreden houden, het kunnen omgaan met verschillende karakters, de ego's van supersterren. Mm -hmm. um, en in al die verschillende contexten ook gewoon gepresteerd hebben, dat is voor mij wat hem speciaal maakt. Want dit is 2022, mm -hmm. Decima is 2014, daar zit acht jaar tussen, snapte? Real Madrid is niet hetzelfde Real Madrid. Tussen 2014 en 2007 is het zeven jaar. Mm -hmm. Als wij kijken naar de coaches die het nu succesvol doen, dat is vaak een, een periode. van ja. zoveel jaar. Ja, drie tot vijf jaar. Ja. Het ijzer is heet, je smeet het snapte? Mm -hmm. Maar hij kan dit met. Nou, hij kan het blijven Hij heeft, heeft, keren, al, keren, hij heeft ja. dat met Milan. Gedaan. Hij heeft dat met Real Madrid gedaan. En ja, dat is de reden dat zij hem bij Chelsea komen halen. Dat is de reden dat PSG een nieuw project heeft en zegt: van Ancelotti is onze guy. Mm -hmm. Een beetje zoals bij Real Madrid, zo zoiets yeah. hadden van Mourinho. Dat is ervaring, dat is kwaliteit. En hij zei het, zijn boek heet Quiet Leadership. Dat je niet elke coach moet roepen langs de zijlijn en niet elke coach moet een groot mediafiguur zijn. Mm -hmm. Ik denk dat zijn stijl gewoon. Uh, ja, voor zichzelf spreekt. Ja. En daarom, dat zie je in de bij de spelers ook. Jude Bellingham zei het laatst uh, in de wedstrijd tegen Man City: van, uh, geeft u gewoon een bepaalde rust. Mm -hmm. Tuurlijk, je hebt stress. Tuurlijk, je, hebt... Je, bent, je blijft een mens. Maar dat menselijk aspect of zo: ik denk dat daar hem gewoon een paar treden boven de rest zet. Marcus zegt: Tuurlijk is hij tactisch goed. Mm -hmm. Ik weet dat tactiek een beetje uw dada is in voetbal. Mm. Is dat iets dat jij gemakkelijk terugvindt in, als je kijkt naar het voetbal van Ancelotti, van ah, ik zie zijn tactiek of ik snap hoe hij wil voetballen. Um, ja, ik denk dat elke ploeg wel een beetje typerend is voor hoe hij wil spelen. Ik denk de jaren ervoor, als we dan kijken naar de, de, de 20, ah, 2022, dan was hij met iets meer baldominantie. Nu zijn ze iets meer aan het gaan omschakelen naar het countervoetbal. Ik kan me nog herinneren bij de 2007-AC Milan-jaren dat dat ook iets meer van hetzelfde bal hebben is. Um, dus hij heeft wel een bepaalde stijl. Maar wat voor hem interessant is, is gewoon. Um, hij maakt het heel gemakkelijk. Het is heel simpel voor mm. de spelers wat de instructies zijn. Hij moet het niet gecompliceerd maken. Um, en nogmaals, inderdaad, die vrijheid dat de spelers krijgen is ook een deel van de tactiek. Dus vanaf de opbouw op het middenveld moet het dan in een bepaalde manier gaan. Is dat via de flank, is dat door het centrum. Dat wordt een beetje bepaald door de stijlen die hij heeft in zijn, in zijn elftal. Maar dan in die laatste zone is het wel vrijheid. Het is ook. Defensief, en daar praten we een beetje weinig over, maar hij is ook nog steeds een Italiaanse coach, dus hij heeft ook wel een beetje dat catenaccio in hem. Weet ook wel wanneer van, oké, okay, dit is wanneer we inderdaad laag gaan moeten spelen, defensief gaan moeten zijn. Dus hij heeft heel veel verschillende aspecten, ook heel veel verschillende competities in, dus ik denk dat hij wel weet hoe mm -hmm. hij door een toernooi moet gaan navigeren, want Champions League is Frankrijk, Duitsland, Engeland mm -hmm. um, en, en, en Italië en al die dingen. Dus hij weet hoe hij moet navigeren door al die situaties en dan de juiste... Dat is ook een, dat is, dat is een kunst hebben ja. om te zeggen van oké, okay, nu gaan we wel hoog drukken, nu niet. Nu gaan we wel, wel laag spelen, nu niet. Dus ik vind dat, bij Ancelotti is het mooi, hij is misschien niet de meest tactische, tactische coach, omdat hij, hij maakt het niet gecompliceerd. Hij maakt het niet van, ah, jij moet en nu naar daar niet. uitzakken zakken. Nee, hij is gewoon van, we spelen in een 4, -4 3 of we spelen met een 4-4-2 naar uit En heel simpel, Vinicius bijvoorbeeld, in het hedendaagse voetbal is, hij is heel snel. Ja, we gaan het niet compliceerd maken, loop ja. in de dieptes. En dat maakt hem gewoon top, denk ik. En ja. macht, hij kan de moeilijkste concepten, denk ik, heel makkelijk uitleggen. En ja. dat maakt een topcoach als Ancelotti ja, veel beter dan anderen, ja. vind ik. Ancelotti brengt voetbal tot zijn essentie. Simpel. Als je denkt al puur Bali, toen je klein was, dat was uh, ook niet... Snap je? Bal in het uh, midden, zoveel spelers aan deze kant, zoveel win. aan die kant. Win. <laughs> win de wedstrijd. Snap je? En dat is gewoon wat hij doet met zijn spelers. Maar is dat ook niet wat... Het moeilijk maakt om tegen ploegen van Ancelotti te spelen, is Tuurlijk. het feit dat hij vrijheid geeft aan de spelers, maakt hun zo onvoorspelbaar. Ja. Want ik vind, ja. ik vind, ja, ploegen kunnen voorspelbaar zijn door patronen die zij hebben. Wat ik interessant vind aan Ancelotti ploegen is, de patronen die zij hebben, worden beslist door de spelers die er staan. Het zijn meer de patronen van de spelers mm -hmm. dan. Ah, dit is een Carlo-Ancelotti-patroon. Yeah, snapte. Yeah. En dat vind ik super interessant. Zo, het, de connectie Kroos-Vinicius bijvoorbeeld. Mm -hmm. Speelt zich zo af, omdat dit is wat Kroos heel goed doet en hoe hij speelt. En dit is wat Vinicius heel goed doet. En zij hebben een patroon gevonden yeah, in yeah. hun spel dat hun sterk maakt. Yeah. Hetzelfde met Carvajal langs de andere kant. Zo, ah, je weet, je weet altijd van als Kroos naar links komt afzakken, gaat hij rechts willen kantelen. Mm -hmm. Ja, Kroos doet dat. Mm -hmm. Als Chouamini daar staat, of als Modric daar staat, Gezellende. gebeurt dat niet. Dus dat is geen Ancelotti-patroon. Mm -hmm. ja. Dat vind ik super interessant. En dan denk ik: ah ja, kijk eens naar alle middenvelders die hij heeft gehad. Mm -hmm. In al zijn ploegen. Dat toch, dat was ja, die ja, een tuurlijk gaat ja. het. Die ene Het is natuurlijk moeilijk zijn om tegen ja, ja. hem te spelen. Ja. Want mm -hmm. dat zijn allemaal super intelligente spelers. Mm -hmm. Maar is dat misschien het moeilijkste? Het feit dat die ja, toch voorspelbaar zijn, in, in, als in. Ja, dat is de speler, maar eigenlijk zijn die gewoon onvoorspelbaar. Ja, omdat. Zijn spelers, eh, jij zegt spelers intelligentie, zijn spelers voelen perfect aan wat ze in de moment moeten gaan doen. En dat maakt het natuurlijk moeilijker. Inderdaad, als je een, een patroon hebt van eh, bal gaat op de bak, je bak speelt hem in op de midden van de kaats en zo. Ja, na een tijdje weet je van, oké, okay, ik moet bij de tweede kaats druk zetten op de centrale D, want die komt naar daar. Ja, ja evengoed. Weet eh, niet, dat patroon ineens zegt, oké, okay, draai door, ja. Dat, daar ben je dan. En die vrijheid kunnen blijven geven aan spelers. En Vertrouwen daarin is denk ik wel van goudwaarde. Want ja, heel veel spelers kunnen zeggen: van oké, okay, ja, ik wil wel een bepaald ding om aan vast te houden. Mm -hmm. uh, of zij kunnen risico's nemen dat je als coach minder ziet En daar gaan mm -hmm. ook wel soms wel fouten uit komen. Maar die vertrouwen blijven kunnen geven, is denk ik het mooiste. En dan zie je inderdaad ook wel een beetje met de evolutie van Kroos. Dus wij zeggen, denk ik, allemaal al twee, drie jaar: Kroos is een beetje done. Uh, hij kan niet meer lopen, maar blijft gewoon meegaan in die elftal van Real Madrid. Dus. Ik denk dat dat soort spelers, Pirlo, Kroos, dat zijn denk ik ja, spelers die eigenlijk de nu naam Ancelotti dragen in zich. Ja, dat is, dat is, hoe Ancelotti voetbal is gaat door die twee spelers. Ja. Ik hou van wat je zei, van ze dragen de naam Ancelotti in zich. Want voor mij Anshalotti is Ancelotti echt een legacy. Okay. Hij, is begonnen, hij, is, hij is zelf begonnen als speler, hij heeft de Champions League gewonnen. Hij, hij was, uh, Belangrijk ook om te vermelden. Ja, ja. um, hij komt van de, de school van Saki. Mm -hmm. Daar was, daar was hij al die 4-4-2 gewend. Dan als eigen coach, assistent geworden. Hij, begint, hij implementeert die 4-4-2 ook. En nu hebben we het gezien doorheen alle ploegen waar hij is geweest, is dat zo de stapel geweest. Ja. En ik denk dat ook spelers gewoon die met hem hebben gespeeld of onder hem hebben gespeeld, dat altijd gaan bijdragen. En clubs ook gewoon. Als in Milan je denkt aan Ancelotti, Real Madrid nu je denkt aan Ancelotti. Ja. Als Everton we denken aan Ancelotti. Snapte? Ja. Dat was daar drie maanden of zo. Snapte? Ja, maar kan je drie maanden was gaan doen? Hij stond naar West speelde. Hij was bij met Rodriguez en zo. Ja, ja. je? Hij stond naar West. speeldagen eerst in de Premier League en we dachten welke resultaat. Ja, ja, ja. We dachten ah Everton wordt eigenlijk een big club, hè? Nee, ja, dat was de most random assembly van voetbaltalent nee. maar het was even van... je gaat dat toch niet nee. laten lukken en toen zei ga ik ga naar zandbakken als je zei ook aan out toe. en dan je? en dan gewoon linker capriel madrid terug hè? en dan vind je ziet ik doe het wel voor ja. u. Ja. dat is een probleem man maar dat is echt je? dat is uiteindelijk wel een legacy en dat is wat ik bedoel man Zij, uiteindelijk zijn spel mm. en zijn prestaties dat gaat allemaal voor zich spreken de dag dat hij stopt je hebt zo sommige van die namen dat je zoiets hebt van ah nu ik terugkijk van vet je was Moet hem kapot gemaakt ja carlo nu. Een pure ga zeggen, voetbalfan-vraag die ik aan jullie zou willen stellen is: Jij hebt in de aanvallende linie gespeeld en speelt nog steeds in de aanvallende linie ja. op het veld. Ja. Jij speelt, speelde op het middenveld. Mm -hmm. Ik speelde ah, vooral in de defensieve ik linie. Zie, ik zie al waar dit heen gaat. Ik weet niet of je ziet waar het heen gaat. Ik, maar ik zie het niet. Tekenen. Guide me. Wij zijn allemaal fans van een bepaald voetbal en ja. ik denk of ik heb heel lang gedacht aan. Ah, ik ben een Barcelona fan. Mm. Tiki Taka, ja. Catalon, school van Catalonië. Dat is hoe ik mijn droomvoetbal dat zou dat zijn. Mm. Maar zou het allerleukste niet gewoon onder Ancelotti zijn? Ja. Ik, ik doe mijn ding. Ik geloof zou ik dat geloven? niet het allerleukste. Ja. Ik geloof van wel. Zo zeker jij op het middenveld. Ja. Dat ja. En dan zeggen tegen ja, kijk, dit zijn de defensieve principes. Ja. Aanvallend. Doe je ding. Doe je ding. Ik geloof al wel. Ja. En ik denk dat spelers... Dat is, dat is een, Ik wil niet te klikken, maar dat is een band die je creëert. Mm. Snap je? Dat is zoals wat je zei van Kroos en Vinicius. Spelers onder elkaar willen uiteindelijk een band creëren. Je hebt, je hebt, je hebt spelers met wie je nu hebt gespeeld, wiens naam je nog steeds weet. Ja, dat is de chemistry. Want het was zo leuk om eh. in te spelen. Dat is chemistry. Ja. En ik denk dat een, 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 een stijl à la Ancelotti dat soort voetbal wel stimuleert en spelers wel ja, verantwoordelijkheid geeft. En, Empowered om gewoon hun eigen spel te spelen. En in die zin, het is niet enkel vrijheid, maar spelers voelen zich vrij in hun hoofd. Mm. En als, als speler is er geen beter gevoel dan dat. Ja. Is dat ook niet zo'n uh, leuk gevoel om zo het, ik acht u IQ hoog genoeg om het zelf op te lossen? Ja? Ja, ja, ja. Is dat niet misschien het, het mooiste compliment dat ja, ja. je als speler zou kunnen krijgen? En ik denk, spelers die net niet intelligent genoeg zijn, gaan <laughs> daaronder een beetje falen. Ja, die, die gaan, die just don't make the cut. <laughs> nou, ja. Want uiteindelijk, de bar is nog steeds mooi. we praten nu wel over vrijheid. Maar hij speelt wel bij Real Madrid, dus... Ja, ja, tuurlijk. Snap je? Maar ik denk wel... Als... Dus de kwaliteit is al... Het is wel een, een minimum. Ja, een het het is van kwaliteit. Ja, ja, ja. maar, maar we hebben gezien... Maar kijk naar die man had enkel halve finales, hè. Ja, maar kijk bijvoorbeeld naar jonge spelers, hè. Naar een Chouameni, een Camavinga, of ja. zelfs een Vinicius, wanneer Ancelotti toekomt. Het feit dat hij op dat moment zegt van... Nee, nee, nee. Ik heb gezien wat jij kunt. Ik vertrouw u. Maakt volgens mij... Het dat is waardoor dat ze zo snel ineens die stap maken en dat we allemaal zeggen: Wauw, wat een speler. Ja. Mm. Omdat Don Carlo heeft gezegd: Nee, 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 nee. You got, you, got this. you got this. Ja, mm. je ja, hey, staat naast Benzema, naast ja, Moor, naast ja, ja, ja. Kroos. Ik denk wel dat dat een impact heeft ja. op jonge spelers. Want ik heb niet veel spelers dat ik zou, zou kunnen opnoemen van A. Ah, die, die deed niet goed onder Ancelotti. Ja. Dat is niet een ding. Ja. Jonge spelers. Spelers in het algemeen. Dat is niet echt een ding, bij, bij andere coaches kun je je zo sneller herinneren. Zo van, ah ja, hij heeft hem gehad, maar dat heeft niet Ja, en die misschien wit vind ik nu kan eentje denken. Weet je die nog? Nee, Die heeft gewoon Real niet gehaald, yeah. denk yeah. ik. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ja, maar dat is voor de decimaal. <laughs> terug naar daar, terug naar daar. Ik heb u wel nog niet laten antwoorden op de vraag van. Composure. Is dat wat jij. Nee, oké, ja Composure. Ja, gewoon de rust die hij uitstraalt, de rust yeah. die zijn ploeg heeft in, in moeilijke situaties. Ze kunnen 2-0 achterstaan. staan. maakt niet uit welke ploeg. Hè. Je kan Real pakken, je kan Milan pakken, je kan nog eens Rijl pakken. Dat is dat twee <laughs> keer gedaan. Ja. maakt niet uit wat de score is. Rustig, nog niks aan de hand. Wanneer het de wedstrijd gedaan is, dan gaan we pas paniekeren Dat is ja. een beetje het gevoel dat ik heb bij Ancelotti. Uh, maar ook gewoon in high-pressure moments, man. Uh, penalties, rustig, een beetje... Uh... Op die kou. Je zit je harder op die kiezer. Ja, denk. een beetje klein, klein beetje harder, maar ja, nog steeds ja, ja, ja. zo van. I'm in control, total control. Ook doelpunt gescoord. Ik eh, kan de laatste minuut 3-3 zijn. Ja. Rustig. Lengbouw dus. een beetje hoger. Gewoon composure, man. Hij heeft die hele. Ja, die winkel. <laughs> die heel, hij heeft die hele composure, man. Dus, uh, ja, man. Don Carlo, man. Het is, het is een coach dat ik uh, jammer genoeg niet vaker heb gezien. Bij clubs mm. dat ik graag wil zien, natuurlijk. Ik maar, vind dat ook. Topcoach, man. Ik vind dat ook. Een Beetje spijtig voor u, want. Nee, nee, omdat we weten dat hij verliefd is op die opstelling. Ah, zo. Miauw. Okay. De 4-4-2-ruit is ja. zijn ja, ja. hoogtepunt van, van voetbal en van voetbalopstellingen. Ja, ja. En dan heb je misschien. Orgasmes. Zo een, een heel goed deel gemist van ja. misschien de coach die dat het best heeft uitgevoerd of zo. Ja. En dat is een beetje ja, dat is leuk geweest voor jou om dat mee te maken. Ik denk dat ja. Ja, Milan, die tijden, dat waarschijnlijk. Geweldig. Ja, maar ja, die tijd, mijn broer was in Milaan van United, dus het was sowieso die in En die kwamen elkaar af en ook tegen. Ja, hoe geklapt. Ja, je wilt niet luisteren, man. Maar ze hebben ons wel geklapt in 2007. Maar ja, ja. jullie dat hij. Hij heeft Henzen, ja, ja. Henzen, Frederick? Ik weet niet wie de tweede was. Hij heeft gewoon twee guys. Het was bad. Ja, man. Dat is echt voetbal Eentje voorbij, die twee komen. Ja, ja, ja. Dat zijn scènes van een goal en zo, snap je? Dat is, dat is al geënsceneerd. Nu. Ancelotti is een beetje het verleden, maar nog steeds ook gewoon het heden. Want ja. die still killing it. Maar hebben wij trainers, of kunnen wij trainers opleiden waarvan wij al het gevoel hebben: aan die gaan misschien een soortgelijke carrière afleggen? En ik vraag dat omdat we hebben daarnet gezegd hebben: we hebben trainers met periodes. Ja. Ja, zo, de klops. Maar toch al, wie kan een. <laughs> ja, maar wie, wie kan... is er iemand Tuchel. die we nu zien die, die dat kan doen? Toch? Is dat een serieus antwoord? Ja, Oké, okay. elaborate, please. Hij heeft uh, ook, denk ik, twee, twee drie finaals gehaald. Oké, okay, het is inderdaad waar je zegt, een periode, maar ja, we kunnen nu maar kijken naar de samples hij ze heeft gegeven. Maar ik heb wel het gevoel, een beetje als, als je kijkt naar uh, de teams van Toegel, uh, PSG, um, Bayern München, Dortmund, Mainz, heb je dan niet gezien. En Chelsea is het wel, oké, okay, dus is een bepaalde structuur, inderdaad, met opbouw, middenveld. Maar ook weer die laatste linie is ook wel heel vrij. En ik denk dat ze daar wel een beetje wat gelijkenis hebben. Ik denk dat er de twee coaches zijn die heel goed presteren in uh, Europese competities. Alleen heeft Anshotty er nu al vier, toch al heeft er uh, eentje, eentje. Met Chelsea. Maar hij heeft nog wel tijd, denk ik, om, om er een aantal bij toe te voegen. Dus ik denk dat toch wel een van die coaches is. Puur omdat, als we nu kijken naar new school coaches, is het allemaal een beetje niet hetzelfde. maar... Uh, is met een bepaalde stijl opbouwen. Ja. Het is allemaal een beetje inderdaad. voor je hetzelfde? Mm -hmm. Ik denk dat Togo een van de mindere coaches is, of van de zeldzamere coaches is, die wel meer vrijheid laat aan zijn aanvallers in die laatste zone. Dan zeg ik enkel op de aanvalvergelijking, uh, en dan denk ik ja, die kan dezelfde prijs. En eigenlijk een interessant antwoord, omdat ik nu denk aan wat je daarnet zei, zo van in verschillende era. Ja. Want uh, Togo is nu. Nog steeds in de running om dit seizoen de Champions League te pakken. Ja. In het jaar 2024. Stel dat dat lukt, dan heeft hij drie finales, twee gewonnen. En dan zou je misschien vroeger gezegd hebben: van, ah, zoals Ancelotti, ja, zeven jaar later en zo, tweede finale. En dat mm. komt wel zo, ah, ja. die is goed bezig. Terwijl wij nu, ja, wel super kritisch zijn tegen ja. Thomas Tuchel. Holle. Ja, de wereld. Ja, ja. Ja, ja, ja. Terwijl dat hij nog niet, die heeft al goede dingen laten doen. Laten zien minder goede dingen, maar het is ja. niet dat hij volledig afgeschreven is. Toch? Nee, totaal niet. Ik denk dat dat gewoon het moeilijk, de, de moeilijkheid is bij het vak van coach zijn. En dat is ook iets dat ik van Ancelotti meepik. Als je ziet de longevity dat die hij heeft gecreëerd. Het is heel moeilijk om een coach in een moment te judgen. Er is een reden voor dat die mannen allemaal zo oud zijn. Ja. Dan heb je gestopt. Het. als je al een professionele voetbalcarrière hebt. Ben je al gestopt, laten we zeggen, op 40. 40. Ja. Dan doe je je coachingopleiding en dan beginnen je eerste stappen. De Champions League van. Ancelotti in 2003 is zijn eerste beker. Snap je? Het was een hele goede start. Nee. Maar dat is, dat zeker, is nou, snapte? Maar het is niet zijn eerste seizoen, maar het is wel de eerste ja. beker die hij wint. Snapte? Dus het is heel moeilijk om nu te zeggen wie hem zou inhalen. En ik geloof ergens niet dat iemand dat gaat kunnen doen. Maar... Alleszins niet iemand van de nieuwe coaches. Ik heb het gevoel mm. dat Ancelotti 1 al een oudere generatie is dan die dat wij ge ge gewend zijn met de Wenger's, de Mourinho's, de Pep's. Mm. Dus als iemand hem moet inhalen, heb ik zoiets van, het is een van hun. En dan bij de nieuwe mensen. Tuchel is waarschijnlijk de meest succesvolle. Ja. Maar ja, maar dat is lang gaat dat duren, ja. Ja, dat is een mooie school. Hè. Zo, zeker de, de, de German New School met de Flix en de Wies de Nagelsman en de Tuchels. Maar vier, hmm. vijf, misschien onderweg. Champions League. Dat is puur Champions League. Ja, laten nu enkel Champions League. Puur maar Champions dat is wat Ancelotti wel. Ja, en dat he geeft wel een pluspunt, omdat je er call heeft call. gewoon als speler ook. Ja. ja. nog een beetje. <laughs> <laughs> dus na een tijd wordt dat heel moeilijk, snap je? Thomas, dus, uh, Thomas Tuchel man. Dus voor mij is het heel moeilijk, maar ik ben wel heel benieuwd. Om te zien om, ik ben heel benieuwd om te zien hoe lang de coaches die we nu heel veel gas geven, ja. Xabi waar Xabi staat Alonso? jij binnen de volgende zeven jaar, snapte? Ja, ik kan wel zijn. Misschien wie? Xabi, Alonso? Ja. Omdat hij nog het ding is met Tuchel, waar ik dan een negatief punt ga geven is, hij heeft niet meer zoveel topploegen over om uit te kiezen. Nou. omdat ja. ja nee maar ze recycleren is... ja ze recycleren maar Allee, ik zie het minder gebeuren dat coaches zeggen la Real Madrid we halen een coach terug en bij bij Tuchel, hij heeft al oké okay, hij heeft al ja. Bayern gehad ja. hij heeft al Chelsea gehad dus in de Premier League zijn er nog maar één of twee opties echt viable maar als je één van de twee kiest dan is de andere een beetje uitgesloten Spanje kan maar dan is het ook weer hetzelfde als hij één van de twee kiest dan is hem opties gedaan als je dat heeft gelukt gehad, ja, hij heeft Milan gedaan heeft daar twee kunnen winnen. En hij heeft twee bij Real Madrid kunnen winnen. Maar daarna zijn zijn opties nu ook gelimiteerd. Snap dus je naar Real Madrid, waar hij nog een, een elftal hebben die zo sterk is. En ook een bestuur hebben dat wel juist kan gaan inkopen. En daar zie ik het wel moeilijk. Ik zei, ons heeft gewoon tijd. Hij kan nu eh, bij, bij Leverkusen zijn ding doen. Misschien in de toekomst bij, bij München. Hij heeft dan Liverpool. Dan kan hij nog eens naar Spanje gaan. Dus hij heeft nog wel. Drie opties, klaarstaan, ah, de, de logische, ja. ah, hoe de zijn carrière zal verlopen is. Eh, misschien, Duis, misschien nog eens Duitsland bij Bayern München dan Engeland en dan Spanje. Dan heeft hij denk ik de juiste stappen gezet. Ja. En dan kan hij daar gewoon onderweg eens één of twee toevallig winnen. Ja. Zit er wel... En ra, ra, ra voor wie heeft Xabi Alonso gespeeld? Carlo, Carlo Ancelotti. Ancelotti. En Pep. Wat dat jij dan net zei van zo... Hij is legacy man. He lives in them of zoiets. Ja. En, en is... dat zijn ook de type spelers gewoon En er is nog eentje, dat, dat is voor mij de grootste what if. Van Carlo Ancelotti? Mm -hmm. oh, als die man gewoon niet wegging van Real Madrid? Zie, yeah! zo met er drie op rij, hè? Ga je me zeggen, Ancelotti kon niet misschien, eh, misschien tweede, van ook winnen. Ja, ja. Ik... Volgens mij wint hij die gewoon. Zie, dan lag die bar gewoon... Dat, dan was, dat was dit zelfs geen nee, het conversatie. Was ja. Ja. Dat, 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 was, dat was abnormaal. Ik als denk hij niet... alles wint, is hij gewoon de nummer één. Dan ja. Hij is nu sowieso de nummer één, hè? Ja, man. Ik denk... Maar zit dan dat niet in dat rijtje, omdat er gewoon nee. drie heeft gewonnen? want Zidak, ja. kijk het ding is met zie kan gewoon terugkomen twee winnen ja, hij en, en hij zal ja, ja, denken hij zon moet nog natuurlijk. nee maar ja bedoel in een dat is het ding we, de, real madrid, in de ideale wereld komt hij gewoon terug naar een club wint je er twee en hij is hij is on fire. dat is dat, is, dat, is, dat, is, dat is real madrid tax om het even zo te noemen ja. ik denk dat wij niet op een dag gaan we echt terugkijken en zeggen wat, die, wat heeft die ploeg ja, of wat heeft die club naar voetbal gedaan ik denk dat we dat niet begrijpen zeker als die weer winnen drie op rij er was en zeker zo de decima was zo de dat was, zo, dat was de eindelijk, ja, die mannen waren in de mud. Ja, ja, ja. Die waren aan het struggelen om eindelijk die tiende te halen. Die hebben er nu bijna vijf aan toegevoegd. Ja, ja, ja. Dat is niet... Ik denk dat we vergeten van... Eender welke coach die nu nog succes wil boeken, hey, dat is niet overal Real Madrid. Ja, dat is <laughs> en het is niet overal daar Real Madrid. Maar als hij dan kan gewoon nog gewoon ergens eentje stelen. Man. Ja, 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 ja. Eén of twee en dan is hij gewoon aan topman top, man. En dan ja, kan ja, niemand stelen. Ja, ik ja. was aan het denken, er is nog een andere jonge coach ja. uh, die ook voor Ancelotti heeft gespeeld. En die nu... Aan het begin van zijn carrière zit. Mm -hmm. Die het heel goed aan het doen is. Oh, Arbello. Nee, Tjago Motta. Ja, ik kan je net Je geen half speler de ja, ja, S, tijd. Alleen. Ja. Omdat, omdat we daarnet zeiden: Xabi Alonso, weer hetzelfde type ja. speler. Ja, Thiago Motta. Ook weer hetzelfde weer, ja. type speler. Wordt coach, nu bij Bologna, gekwalificeerd voor de Champions ja. League. Ja, ergens heb ik wel zoiets van. Dat begint wel een beetje scary te worden. Ja, ja, ja. Als de Ancelotti-kids ook nog eens uh, een ding gaan doen. Ja, We, maar, wie en, sei, maar ze moeten een, wel, een beetje vechten over custody, snap je? Ja, ja, ja. ancelotti ja. Wie Mourinho. mag ze claimen? Yeah. <schefie> wie is je daddy? Wie is je daddy? Want Motta heeft nooit iets gewonnen <laughs> met... Hij heeft geen champs gewonnen met... Ancelotti, nee. Nee, nee dat is uh, Paris Saint-Germain. Dat is José Mourinho, hè. Inter. Was Thiago Motta daar? Tuurlijk. Oh, daar? Ah. Motta Kamiasso, hij heeft een rotje gepakt tegen Barça. Ja. Ah, juist. Ah, vriend. Die wist het, dat gaan ook doen. Ja. Toen Tactical masterclass. Let it, ja. let it go, let it go. Let it go, man. Toen... Dat is het nog erger, want hij is een ex barca Daarom. Moment, das, dat is waar ik... Van dus eigenlijk Pep mag die claimen? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Zelfs jij zegt nee. nee. want Mourinho heeft hem leren kennen. Mondraak <laughs> is dus uh, zo lang geleden. Er is doen zo? Welke, wie is zo echt, echt de, de vader van de coaches? Ja, welke speler zo? Ja, de stambom, Cristiano, dat is ja, de stamboom uh, van het voetbal. Ja? Dat zal crazy zijn. Allewel, ja, we doen het. <laughs> we doen het, we doen het. Ja, de family tree. Dus we hebben gezegd, Tuchel. Niet we, niet mijn dingen claimen. Nee, <laughs> ik heb toch gezegd: jullie kwamen weer we op geen naam. De Tucho, ja, de Krakos, Alexander. Ik heb toch net een naam gezegd? Of Wat, Thiago Motta? Nee nee nee, 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 nee. Ik heb, ik heb het toch net gezegd? Ja, was dat een statement gezegd of was dat ja, zo... he. ik heb het gewoon gezegd. He. He. Heren, ik heb toch net op camera Thiago Motta gezegd? Oké, ik heb een paar new school Duitsers. Maar niet Gaslighter, hè Brian? Nee, nee, nee. Niemand is Gaslighter. Geen idee of het in de juiste context was, maar I'll go with it. Weet Gaat Ancelotti er nog? Zie Gaat Ancelotti er nog winnen? Nee. You're done. You're done house, I dan en hij gaat op pensioen, denk ik. Ik wil niet belachelijk hmm. gemaakt worden op camera. Man. I'm sick of betting against him. <laughs> nee, maar denk dat. Uh, en, bah, nou, hij, zit er, hij zit er dit jaar weer goed in, als hij blijft. Dit jaar 2023. Het zijn tijdloze episodes. <laughs> Snap je? Hij, is, um, ja, hij zit er weer goed in. Ik, de vraag is: gewoon, hoe lang blijft hij bij Barcelona? <laughs> You know what you like? You know what <laughs> Yo. you like? You want to tell him what you like, uh. boy? <laughs> Why you rubbing your face, <laughs> boy? What's in your ass? What's in your ass, boy? <laughs> <laughs> maar sorry, je wilt iets aan tegen. <laughs> ja, nee, de vraag is voor mij gewoon: hoe lang blijft hij bij Real Madrid? Buiten Real Madrid? Een jaartje, twee jaartjes. Ik ga me niet zeggen dat hij buiten Real Madrid ook nog gaat inderdaad. Ik zie hem een nationale ploeg gaan coachen of zo daarna. Nah, denk, ah ja, ja want dat was gelinkt met Brazilië even. Ja, dat is even geweest. En dat is, uh, dat is heel logisch. Hè? Weer met zo die stijl. Dat, ik vind dat heel logisch dat zo Brazilië denkt: van, you know what? als het toch geen Braziliaan moet zijn, iemand ja. zoals hem. Iemand die, die vrijheid geeft aan ja. de spelers. Mm. Of de Italiaanse nationale ploeg. Hij zei wel van. Hij zei een paar jaar terug dat hij daar nog niet aan dacht. Uh, maar als het nodig is. Die kern is niet goed. Ja, dan. want nu hij, hij had zoiets van: ik heb, ik heb wekelijks training nodig. En zo. Ja, dat is, ik het ritme van nationale ploeg oh. nog niet. Ja, een beetje. Ja. Maar ik zie, ik zie hem ah. er nog eentje winnen, man. En dan. Het is geen Champions League, maar om even terug te komen op dat van Everton. Tjie. Dat was voor mij wel zo even zo de A. Ah, ook mijn mindere kern kan die gewoon. Dat is waar ik misschien. Heb gedacht. Het begin, het begin. Maar daarna ja. begon het wel. Ja, maar uh... als het dan gaat over zo het Hebben al die goede kernen is het soms moeilijk om te zien hoe goed hij tactisch is. Mm. Bij Everton had ik heel snel zo dingen van A. Ah, je hebt een kern gevonden. Ja. En je hebt met deze kern een oplossing gevonden van. Dit is hoe het moet. Ja. Want daar was het wel heel duidelijke patronen. Ja, je heel doet... duidelijk. Dat vond ik interessant. Van ah, oké, okay. dat geeft ja. me misschien nog meer respect voor het. Ja. Ah, je kunt gewoon binnenkomen. Ik heb me zo één jaar laten denken dat Cover verdoen hard was. <laughs> dan denk zes weken zo. Ah, maar Doe might be the next one. Next. Nee. De, die FPL was going well, hè? Tja, yeah, I prefer not to speak. Yep, ja. <laughs> nee, maar daarom dat ik zeg. Ik denk coaching is gewoon. Dat is, zo, dat is het moeilijkste waarschijnlijk om te raten. Mm -hmm. Zelfs spelers. Je bent ben niet wekelijks op het trainingsveld. Dus laat staan een coach uiteindelijk het meeste van zijn werk gebeurt in die week waar wij geen kennis van hebben. Dus Broe, soms hij, we... hij doet twee gootjes, acht tegen boys, ik zie jullie later. <laughs> hey, maar if it works, it works. Ja, maar zo, ik, heb, zo. ik heb wel zo'n clipsje gezien. Zo. Ja, zo'n zo meer fun training wel zo. Zo, ze spelen wedstrijd, zo drie gootjes, Drie, drie minuutjes. Mm -hmm. Maar het works, hè. Misschien is dat ook wel een deel van zijn werk, van zorgt hij er wel voor dat zijn spelerskern in het algemeen zo het minder zwaar vinden, Hoeveel zij moeten voetballen ja. en hoeveel zij moeten spelen. Ik heb hun pre-season runs gezien, dat was, was geen lachertje. Nee, he. nee, maar snap je wel? Het blijft leuk om te spelen. Want het maar... is wel een ding bij Ancelotti, Real ook, maar Ancelotti in het algemeen. Ik kan me niet herinneren dat ik die echt heb horen klagen of zo. Maar ja, als je een Chabziek wint, wat ga je Ja, klagen, nee, maar in het ja, algemeen, ja, ja. Dat, is niet, ja, die lijken dat is niet in de stijl, snap ja. je? Dus misschien is dat ook wel een ding van we hadden het zo lang mogelijk leuk, omdat ja. we weten daar. Ja, tienduizend wedstrijden aankomen. Ja, maar ook gewoon die Cultura Madrid. Bedoel. Het is heel moordend om met die druk te spelen. Als je dan nog eens ja, het moeilijk kan hebben met trainingen bijvoorbeeld, kan dat voor de speels inderdaad zwaarder zijn. En ja. met die supporters wil je dat zeker niet riskeren. Dus. Brian, laatste vraag voor jou. Alexander. Wat staat er op je papiertje? Uh, gewoon uh, namen van teams. Uh, maar je hebt een beetje mijn, uh, mijn, mijn gist. Eh? Uh, een beetje gepakt. Dat is crazy. Um, ik had naar tussen 2003. Dan was het uh, Inzaghi, Chevchenko Costa, Gattuso, Seedorf, uh, de, de ruitweer. weer. Rui, Costa. Rui, Rui, Costa, inderdaad. <laughs> en dan Pirlo aan uh, de basis daarvan. En in 2007 was het Inzaghi, Sidorf, KK, Ambrosini, Gattuso en Pirlo. Toen zei ga gewoon full middenveld. En daarna was het dan uh, met Benzema vooral, die als false-nine-teen mm. een beetje kwam inzakken. Maar altijd wel zo die twee... Ja. Ja, Wide midfielders. Ja, inderdaad, fly, inside forward zou ik meer zeggen. Inderdaad. Okay. Die, die naar binnen komen, ah, okay, Ronaldo, Bale. Zij moeten normaal gezien de goalscoring Load hebben. Dus dat was wel uh, interessant uh, bij uh, Ancelotti, man. Yeah. Marcus, laatste vraag. Ja? Ben van Ancelotti? Ja, man. Ik, heb hem, uh, ik denk dat het de enige coach dat je niet kan haten. Ik heb hem echt leren respecteren, appreciëren. Ben van hem, man. Ik had de stamp. Vanaf nu zeg is hij legit. Zeg het iets. Vanaf nu. Nou, zet it. Hij moest op jou wachten. Uh, hij moest geen Champions League Snap zeg, <laughs> <laughs> dus, je? Ik geef hem zijn moment eindelijk. Zeg uh, Halle Madrid. <laughs> oh, zot. Maar hij is wel <laughs> een van die guys, maar Je weet, je Rival heeft altijd zo één of twee spelers of een koers. I wish you were here, man. Hij is wel een van die. Dat is er zo eentje? Nee. Hij moest normaal naar Barcelona komen. Maar hij wou niet zeggen. Kan, zo kan ik missen. Ja? Ik, kon, ik kon hem nog net missen, maar... die Maria had fijn geweest. Die Maria is niet, niet voor jou. Ik denk zo'n Xabi was zo eentje, waarschijnlijk. Ja, die Maria had fijn geweest. Maar ja, je had Busquets. Een Kroos, een Modric, een Isco. Oh, niet ah, zeg je net Ah, Isco wel. Isco, ik zie het wel. Er ja, zo'n paar Barca-spelers die daar zijn gepasseerd. Isco was wel Maar Ancelotti als coach voor Barca bijvoorbeeld? Nee, waarschijnlijk niet. Dat past waarschijnlijk. Nee, stel je nee. best niet, nee. niet. Maar als Lube Koeman had ik gehad, dus alles kan. Ja, snap je? <laughs> <Alles> kan. Ik zou naar Ronald, by the way. Ik weet dat je het niet eens verstaat. <laughs> ja, weet we... je wie geen fan is van ja, de Ronald Wie? De laatste misschien. Dat, dat was een leuk verhaal om tegen te komen. Arjen Robben. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Nee. Want bij Bayern was wel een periode, dat was niet zijn beste periode. Hè? Bij Bayern. Ja. Van Ancelotti. Maar hij werd ontslagen ja, uiteindelijk ja. na zo'n 3-0 te hebben verloren van PSG en zo. Mm. En het schijnt, dus zoals je zegt, dat zijn trainingen zijn redelijk licht. Um, maar ik denk bij Bayern was het probleem vooral ja, Robin Ribéry. Mm -hmm. Sommige anderen van de kern zijn een beetje blessuregevoelig en zo. Dus hij speelde ook vaak op safe. Mm -hmm. Het is nooit bevestigd geweest, maar het deed deden die geheime trainingen achter Ancelotti zijn rug. <laughs> oh, om, met meer intensiteit. Of... <laughs> omdat ze niet aan het, nou, ze kwamen niet aan het trekken kwamen, om het zo yeah. te zeggen. Dus, uh... Maar Rob is niet dat wel, man. Dat klinkt wel heel duister. Ja, 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 zeker zo. Rob is zo'n zo, ja, zo kalig. Ja, maar, maar Rob is ook op zijn fetische ja, marathonstallo. Ja, Ik ja, zie hem wel zo. Ik geen jongens. Kom, joh. Kom, Kom joh. joh. Carlo is weg, laat weten. Hij heeft ook met de U18 van, van, van Groningen een keer zijn wist dat erin, maar ja, hij sneed voor is. Hij is in die klas mener. <laughs> Snap je? Hij, is zo, hij meent dat echt, man. Hij meent dat ja. echt. Marcus Mof. Brian. Ik wil jullie bedanken, zoals elke keer. Ah, plezier. Ik wil uiteraard ook de luisteraars en kijkers bedanken. Thank you. Er zijn nog een reeks aan andere episodes die jullie kunnen vinden op de Volgende. <laughs> is een Brian Zwaardes. zwaardes is, is special <laughs> De, volgende, long, -term de long term version. De volgende. Proximus Classics. Ah. Champions Classics. In het jaar 2024. <laughs> Was dat goed? <laughs> de volgende. De volgende ja, 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 De volgende. volgende uh, Hate watching. <laughs> We zien jullie terug bij de volgende voor een BSD <laughs> special. Toch is, classic. Ja. Dit was Coca Sport in het archief van Proximus Pix. Proximus